Het geluid zal, zal niet vast zijn. Ik ben net aangekomen in Leuven met mijn microfoon vergeten, dus het geluid zal een klein beetje tegenvallen. Ik ben met de motor naar het centrum van Leuven gekomen. Ik heb een klant in Leuven. Die zit op de Brusselse Steenweg daar. En ik ga van de gelegenheid gebruik maken om die lens, de Meike 28mm opening 2.8. te bespreken. Dus, terwijl ik in Leuven rondloop om te fotograferen. Ik ga daar het centrum in. Het is super zonnig weer. Dus het gaat volgens mij niet evident zijn om een goede belichting te bekomen. Kijk, je ziet, je hebt enorm veel contrast of dynamisch bereik. Dus het verschil tussen het zonlicht en de schaduw. Ik heb niet wat rustiger plekken opgezocht. Ja, rustig relatief, zit nog altijd midden in de stad, maar ik ben hier op een parking. Ik ken de stad ook niet, dus ik weet eigenlijk niet waar ik juist ben. Maar ik ga me even in de schaduw stellen om die lens even te beoordelen. Dus op zich, het is een super compacte lens. Dat is ook de verkoopsfeature van die lens uiteindelijk, hè. Een compact geheel. En in dat opzicht is het wel heel geslaagd. Het is een Meike 28, dus het merk staat hier Meike 28mm 2.8, vergelijkbaar met de Fujifilm 27 2.8. Het grootste nadeel is eigenlijk bij de Fujifilm lens heb je... Het is een autofocus lens van Fujifilm, maar van plastic gemaakt. Deze is van metaal gemaakt. Dus dat is wel een voordeel voor deze lens. En deze lens heeft een diafragmaring, maar dit diafragma is... dit klikt dus klikloos, dus als je eraan draait gebeurt er niks. Dus je hebt eigenlijk gewoon twee geribbelde ringen op die lens, geheel tegen bij elkaar, waardoor het heel moeilijk is om te zien of zeker te zijn welke ring dat je juist vast hebt. En je ziet bijvoorbeeld, ik was aan het fotograferen op dit moment op opening 16, rond opening 16, een 200ste en een ISO 200, regel van 16, een zonnige dag. En ik had hem eigenlijk op 2 meter scherp gesteld en dan zie je dat je bij f16 bij minder dan een meter scherp hebt tot op oneindig. En het is vooral die oneindig dat je wilt. Maar hij was al een beetje verschoven, dus waarschijnlijk had ik die per ongeluk al verzet. Ik heb niet zo heel veel accu over, zoals je ziet op de camera zelf, dus ik had al uit veiligheid hier het achterste display uitgeschakeld, zodat je enkel de sensor hier in de zoeker via de sensor in beeld krijgt. Dan bespaar je redelijk wat batterij. De batterijverbruikers bij film, bij fotografie beter, zijn autofocus systeem, de motor daarvan en de schermen natuurlijk. Wat de beeldkwaliteit betreft kun je het heel fel vergelijken met de 27mm lens van Fujifilm. Ook het formaat is ongeveer hetzelfde, alleen bij Fujifilm heb je dus geen diafragmaring, heb je enkel een scherpstelling. Dus je kunt het niet missen, plus dat je bij Fujifilm natuurlijk ook autofocus hebt. Maar voor de rest komt de lens grotendeels overeen met deze lens. Alleen de Fujifilm lens kost wel €350 denk ik, terwijl hij voor deze lens maar €150, dus minder dan de helft betaalt dan voor de Fujifilm variant. Dus als geld een issue is, als je voor een beperkt budget een goede pancake lens wilt, dan is dat zeker een optie. En ik vermoed, ja, ik vergis mij nog vaak tussen die twee ringen, maar ik denk als je die als enige lens vaak gebruikt, dat je op den duur ook wel weet naar de juiste ring te grijpen. Dus dat je vooral de voorste ring voor focus en de achterste voor diafragmaring is denk ik het grote verschil. De schaalindeling is heel mooi gedaan. Hè. Je ziet hier, dus dat middelste stuk van metaal zit vast op de lens, dat beweegt niet. En het is de focusring zoals je ziet, die beweegt. En daarop staan markering en een uitsparing hier, die dan voor de diafragmataal een schaalverdeling heeft van het scherpstelgebied. Dus dat is zeker een interessante feature en mooi uitgewerkt ook. De lenskap die erbij zit is volledig van metaal. En schuif je er gewoon bovenop. Dus zo friction fit. En hij valt er niet af.